Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortho Laser Master 3. Hoe krijg je nu op een glas een afbeelding of een tekst gelezen? Nou, lieve mensen, dat doe je met een rotary tool. Ik heb zo'n rotary tool, de Ortho Laser Master ERR 2. Er is inmiddels ook een versie 3. En die gebruikte ik bij mijn Ortho Laser Master 2 15 watt versie. En ik heb daar ook een video over gemaakt, over de calibratie daarvan. Die video die ga ik ook nog linken later in deze video, want die is nog steeds actueel. Ook voor de Ortho Laser Master 3. En daarbij gaat het vooral van hoe zorg ik nu dat in Lightburn die settings helemaal goed staan, zodat die ook doet wat die moet doen. Dus dat stukje ga ik uit de video laten. Toch een video, want de Ortho Laser Master 3 heeft een iets wat andere werkwijze als het gaat om de aansluiting van die rotary tool. Die Ortho Laser Master 3 heeft namelijk achterin, op de achterzijde van zijn frame, een schakelaar zitten waar je kunt schakelen tussen de gewone motor en de ERR motor, oftewel de rotary tool motor. Zo simpel als dat het lijkt, is dat niet. Ja, die schakelaar die werkt wel, maar je moet dan altijd nog in Lightburn een aantal zaken instellen die ervoor zorgen dat je zeg maar die rotary tool veilig kunt gebruiken. Nou, dat wil ik je vandaag gaan laten zien. Hoe kunnen wij een glas laseren met de Ortho Laser Master 3? Ik ga je alvast heel veel plezier wensen tijdens deze video. Om te beginnen zul je je Ortho Laser Master 3 moeten gaan verhogen. Je rotary tool gaat normaliter niet passen onder de standaard setup van je Ortho Laser Master 3. Ik heb daartoe een aantal blokken geprint waar het frame van de OLM 3 op komt te staan. En daar kan ik hem dan op plaatsen op het moment dat ik die rotary tool wil gaan gebruiken. De rotary tool zelf ga ik even vanuit dat je die al in elkaar gezet hebt. Daar zit natuurlijk een volledige instructie bij met hoe je dat moet doen. En aan die rotary tool zit een kabeltje, je ziet hem hier lopen. En die loopt naar dit witte aansluitingje. In de verpakking van de Ortho Laser Master 3 zit namelijk een klein kabeltje. En dat is het kabeltje wat ik nu in mijn hand heb. Wat zeg maar leidt helemaal naar achter in de hoek. Waar daar, even kijken of ik dat kan aanwijzen, de stekker in het frame gaat van de OLM 3 en daar in de stekker van de rotary tool. Vervolgens zit er achterin een schakelaar, deze hier. Als die naar rechts staat, staat die op de normale motor, dus dan werkt die op de normale manier. Staat die naar links, dan staat die op de ERR. Het is nu zaak, nadat je hem hoger hebt geplaatst en de kabeltjes en alles hebt aangesloten, dat je de Ortho Laser Master 3 gaat opstarten nadat inderdaad echt alles is aangesloten. En dan gaan we in Lightburn een aantal instellingen doen. Zo, eenmaal in Lightburn gaan we beginnen met de functie werken. En dan gaan wij naar de instellingen. Hier gaan wij inschakelen, roteren, inschakelen, tonen in het hoofdvenster. Dit mag je ook later gewoon aan laten staan. Dit wil namelijk zeggen dat hier aan de rechterkant button verschijnt van rotatie inschakelen. En dan kan ik hem aan en uitzetten op deze plek. Dus dat is het eerste wat we gaan doen. Het tweede wat we gaan doen, dat is dat wij gaan wederom naar bewerken. Wij gaan naar de machineinstellingen en wij gaan daar bovenin uitschakelen. Deze hier gaan we uitschakelen, automatisch naar home bij het opstarten, want dat wil je niet met je rotary laser. Dat gaat eigenlijk niet echt goed. Die zetten we dus uit en ook dat slaan we dan weer op. Nu moeten we zometeen wat machine instellingen gaan doen, maar dat kan ik nu op dit moment nog niet doen.
Want ik zit nu op een laptop waarop ik de machine niet aangesloten heb. Dus ik ga dat laten zien met een video die ik zo meteen maak op de andere laptop. Wat wel van belang is, is dat we hier rechtsonder zien het lasertabblad. En in dat lasertabblad werken we met de rotary tool in huidige positie. Dus niet op absolute coördinaten, maar huidige positie. En over het algemeen zetten we hem op het centrum. Dat wil dus zeggen dat je zeg maar je laser handmatig moet gaan verplaatsen naar de plek waar jij wilt beginnen laseren. Nou, we gaan nog eventjes die andere instellingen laten zien die je moet doen. En om ook je machine goed in te stellen hierop. Goed, lieve mensen, de reden waarom de laser aan moest staan was omdat we nu naar de apparaatinstellingen gaan. We gaan naar bewerken. Instellingen van het apparaat. En dan zien we hier apparaatinstellingen. Dit zou je niet zien als je laser niet aanstaat. Hij staat nu al in de rotary modus, omdat ik daar al in gewerkt heb. Standaard, lieve mensen, staat deze op aan en deze ook. Zo, dit is dus je standaard setting voor de OLM 3. Het eerste wat we gaan doen, voordat we iets gaan veranderen, is we klikken hier onderaan op Save to File. Dit zijn namelijk je settings van je normale laserwerkzaamheden. Dus je gaat die file saven op een plek waarvan jij weet dat het staat en met een naam die duidelijk maakt dat het de normale standaard settings zijn voor de machine. Als je dat hebt gedaan, verander je deze bovenste hier, die soft limits, $20 in fout en de homing cycle $22 in fout. Vervolgens ga ik opnieuw naar Save to File en doe ik dat bestand opnieuw opslaan, alleen nu natuurlijk onder een andere naam, want dit zijn de settings van je rotary tool. Makkelijkst is wel dat je het in dezelfde map opslaat, zodat je weet waar het staat. Als je dat hebt gedaan, blijft er nog één stap over. En dat is dat je deze nieuwe settings moet schrijven naar je laser. En dat doe je met de button schrijven hier onderaan. En als je dat dan gedaan hebt en hij bevestigt dat, dan is hij tevreden. En dan heeft hij de settings voor die rotary tool. Oké. Blijft er eigenlijk nog één stap over, maar daar heb ik een aparte video van gemaakt en die ga ik een link van plaatsen hierboven in de hoek. Die video gaat namelijk over de kalibratie van die rotary tool. Dat doe je via laser tools, instellingen roterende as. Daar kies je het juiste soort rotary tool die je hebt. Aanspannen, dat is met klemmen. En roller, dat zal het meeste zijn wat je zult hebben, dat zal eerder roller zijn, is met twee rollen. Je zet rotatie inschakelen. Je zegt vervolgens roterende as, dat is de y-as. Dat wil zeggen dat die overdwars op het bed komt te staan, zeg maar. En dan heb ik vier waardes. De bovenste is degene die we moeten gaan uitzoeken. De millimeter per rotatie, en die is belangrijk. Dus hoeveel met deze rollen die op die rotary zitten, hoeveel rotatiemillimeters heeft hij nodig om de hele ronde te maken? Daaronder, en dat kunnen we mee beginnen, dat is de diameter van de rollen. Dus je pakt één van die rollen, je zet daar schuifmaat op en je meet wat de diameter van één van die twee rollen is. Bij mij is die diameter 19,770 millimeter. Daaronder staat dan in het Engels, for a roller rotary, the values below are not required. This is just a useful calculator. In Nederlands vertaald, voor een rotary roller zijn de waarden hieronder niet benodigd. Het is alleen maar een nuttige rekenmachine. Dat is waar, maar niet helemaal. En dat niet helemaal heeft te maken met de kalibratie. Want bij de kalibratie hebben we het wel nodig. Wat gaan we namelijk doen? We gaan het object wat we gaan gebruiken, ik gebruik glazen. En dat glas dat heeft een diameter, daar waar ik hem wil lezen, van 60 mm. Dat voer ik in. Onderin berekent hij dan de omtrek, dat doet hij zelf.
Ja. En die is 188,496 mm. En die noteer ik of ik kopieer hem net naar lang wat ik ook wil. Vervolgens ga ik op mijn werkveld, en dat zul je in die video dus uitgebreid zien, dus ik leg het nu kort uit. Je gaat een rechthoek maken, zeg maar 4 mm breed en hoog deze waarde, 188,496 mm. Dan ga ik dat glas voorzien van schilderstape. Ga met een hele lage power, zeg maar 15% of zo, 10 tot 15%, ga ik die rechthoek laseren op dat glas. Want wat is de bedoeling? Tot aan het eind van de rit, en dat is waar we deze waarde moeten gaan berekenen, die rechthoek, het beginstreepje van die rechthoek en het eindstreepje van die rechthoek, die moeten tegen elkaar aan liggen. Of misschien zelfs wel precies over elkaar heen. Als die overlapt, dan is deze waarde te hoog. Ja? Als er een tussenruimte zit, is die te laag. Nou, wat maakt dit nou uit? Stel, jij wilt een patroon laseren om dat gehele glas heen. En dat is een mooi bloemetjespatroon, nummer een zijstraat. Ja? En hij zou een overlap hebben, dan is er dus een stuk op dat glas waar hij twee keer overheen gelezen heeft. En waarschijnlijk niet met exact hetzelfde patroon. Dus met andere woorden, er is een bepaald gedeelte van het glas wat er niet uitziet. Heb je hem nu te laag staan, dus er is een opening tussen die twee uiteinden van die rechthoek, dan zal die niet de hele omtrek van dat glas gelezen hebben. En om dus die hele omtrek van dat glas te lezen, moeten we die millimeter per rotatie weten. Als we die uiteindelijk weten, dan inderdaad, dan zijn deze waarden niet meer zo interessant hieronder. Je zult zeggen van ja, maar als ik nu alleen een afbeelding op dat glas wil lezen, is het ook niet belangrijk. Nou, niet helemaal waar wat je nu zegt. Want hij zal die afbeelding uit elkaar trekken, dan wel in elkaar duwen naar aanleiding van die millimeter per rotatie. Dus als die overlap er weer in zit, dan trekt hij in feite die afbeelding uit elkaar en is die afbeelding dus niet zuiver. Nou, nu zijn er mensen die maken zich daar niet zo druk om, ik ook niet. Maar er zijn mensen die maken zich daar wel druk om. En dat heeft dan hiermee te maken. Nou, die video over die calibratie, die plaats ik dus rechtsboven in het scherm. Eventjes een linkje daarnaar. En die calibratie is ook bij de O2 Laser Master 3 van toepassing op de calibratie van die rotary tool. Nu ik toch hier ben, wil ik ook gelijk even nog één dingetje laten zien. Ik zal even voor de grap even een rechthoek tekenen. Zo, en dan moet ik wel even op lijn zetten, dat is misschien het makkelijkste. Ik ben gewend zelf, ik moet trouwens niet een rechthoek tekenen, dat is ook niet handig wat ik nou doe. Misschien moet ik toch gewoon veel doen, even kijken of dat uitmaakt. Ja, ik ben zelf gewend, dit is de snijden en lagen die je hier ziet, hè, om deze hier in 90 graden te doen. En dan lasert hij dus, en dat zal ik even laten zien, dan lasert hij van boven naar beneden. Maar je moet je voorstellen dat die rotary tool, die staat er ook zo op, zeg maar, als het ware. Dus wat hij gaat doen, hij gaat dat glas verschrikkelijk heen en weer bewegen. En dit gaat absoluut leiden tot vervorming van je afbeelding. Dus als je met de rotary tool werkt, zet je die graveerhoek op 0, want nu gaat hij van links naar rechts. En dus verschuift dat met die twee wieltjes, die twee assen, die verschuiven maar iedere keer een heel klein stukje. En op die manier blijft je afbeelding zuiver. De waarde waarmee ik de glazen laser, dat zie je hier al staan, 500 mm per minuut, 70% vermogen. En het glas moet natuurlijk worden ingesmeerd of geschilderd met temperaverf. En dat kan je dus op twee manieren aanbrengen. Ik ga je dat zo even laten zien. De tweede manier is. De ene manier is, en dat is eigenlijk de mooiste manier, maar ook de meest langdurige manier. Dat is met een compressor verfspuit. Dan heb je alleen 5-6 lagen nodig om het keurig dekkend te krijgen. En dat moet ik tussendoor iedere keer drogen, dus dat duurt een tijdje. Ik ga het zo meteen doen met de verfkwast en ik ga iets heel bijzonders doen. Want normaal gesproken en in elke video die ik daarover gezien heb, wordt zwarte tempera verf gebruikt. En die heb ik wel hoor, geen probleem. Ik heb zelfs net nieuwe voorraad gehaald. Maar ik heb ook witte tempera verf. En ik wil eigenlijk weten of het ook met witte tempera verf werkt. Nou, dat ga ik je laten zien hoe ik dat insmeer. En dan gaan we, simpelweg, dat hoef ik denk ik niet te laten zien, een afbeelding of een tekening of een tekst of wat dan ook. En die gaan we laseren op dat glas. Nou, we gaan kijken hoe dat eruit komt te zien. Ik ga dit keer simpelweg een limonadeglas gebruiken. En je zou zeggen, dat is plat, maar dat is het niet. De bovenkant is 6 centimeter, oftewel 60 millimeter. Onderzijde is iets kleiner.
om nu te voorkomen dat hij op die rollers een beetje, doordat hij niet recht is, een beetje op en neer gaat, heb ik gemeten wat ik nodig heb. En ik heb een ring 3D geprint van een flexibel filament die ik tijdens het laseren hier onderop aanbreng. En op deze manier hebben we een keurig vlak oppervlak waar ik straks op kan laseren. Dit is natuurlijk het voordeel van een 3D printer en de ervaring die je opdoet met zo'n glas. Goed, normaal gesproken gaan we tempera verf gebruiken. We willen natuurlijk hier een gebeuren laseren. Dus normaal gebruik ik dan dus een compressor met een verfspuit, om dat een aantal keren van een laag te voorzien, zodat je een behoorlijk dekkende laag krijgt. Dat is de meest egale methode, maar voor deze video wil ik het gaan doen met een kwast. En, wat ik net al zei, normaal doe je dit met zwarte tempera verf. En ik ben eigenlijk benieuwd of je dat ook met een andere kleur kan. Ik ga het nu doen met wit, omdat ik toevallig wit heb ook staan. Ik heb ook wel zwart hoor, geen zorg, mocht het niet lukken. Ik ga hem inschilderen met zwarte tempera, of met witte tempera verf. Hier hebben we die witte tempera verf, bij de Hornbach €3,95. Kost werkelijk bijna niets en dan voor een halve liter. In dit geval gebruik ik hem onverdund. Met de verfspuit verdun ik hem natuurlijk. Want dan gaat het niet anders. Nou, wat gaan we doen? We gaan simpelweg het hele vlak waarvan we zeg maar zeggen dit willen we laseren, ga ik inschilderen. Maar wel zo dat het dekkend is. En dat is best wel even een dingetje. Want ik zal u dat zo even proberen te laten zien. Je kunt er namelijk nu nog doorheen kijken namelijk. Dus het moet natuurlijk best wel dik erop. Al moet ik zeggen dat het in dit geval nog niet zo heel slecht gaat. Nou, ik denk dat dit al een heel eind heen is wat we willen. Zo. Even kijken, kan je dat goed zien? Ja, je kan dat goed zien. Je ziet namelijk dat het niet helemaal 100% dekkend is. Ik ga het er toch op gokken. Ik ga dit laten drogen. En dan gaan wij het ontwerp wat we straks op dat andere glas hebben gezien. Dat was een ander glas. Dat was met zwarte tempera verf gedaan. Dat gaan we ook proberen aan te brengen op dit glas. Nou, ben straks bij je terug zodra dit gedroogd is. Zo, ons glas is inmiddels opgedroogd. Het zou wat beter kunnen dekken, maar daar maken we ons nu even niet zo druk om. Want ik denk dat het uiteindelijk wel goed zal komen. Wat we gaan doen, ik ga hier die blauwe geprinte band om aanbrengen. En ik ga het glas op de rotary roller leggen. En zodra ik dat gedaan heb, kom ik bij je terug en ga ik nog even wat dingen uitleggen. Het glas ligt op de laser. Op de rotary roller moet ik zeggen. We hebben aan de linkerkant die 3D geprinte ringetje erop geplaatst, zodat die recht ligt. De rotary roller staat dus overdwars en die proberen we zoveel mogelijk recht te plaatsen. Bij mij is dat niet zo moeilijk, want ik doe het aan de hand van die lijnen hier. Ik ga naar het tabblad verplaatsen in Lightburn en ik klik daar op de Fire button. Even kijken of dat lukt met één hand. En dan kunnen we ook zien dat die op de goede plek staat. Het uitrichten doe je dus op deze manier. Mogelijkerwijs moet ik hem nog verschuiven, dan van links naar rechts. Maar op deze manier doen we hem uitrichten omdat hij op huidige positie staat. Even wat dus heel belangrijk was dit. Als we dus op 90 graden gaan laseren, dus van voor naar achteren, dan gaat die roller heel vaak heen en weer, waardoor zeg maar dat glas een beetje gaat verschuiven. Vandaar dat we laseren in horizontale richting. En op die manier is er veel minder beweging in het glas en krijgen we dus een veel betere afdruk op het glas terecht. Oké, we gaan heel even naar de afbeelding. We hebben gezien dat de ingang van het glas is waar het drank in gaat, is aan de rechterzijde. Aan die kant. En dat betekent automatisch dat je ontwerp als het ware de andere kant op kantelt. Ja?
Dat fire, zeg maar, dat lampje wat we net zagen, dat zit in het tabblad verplaatsen bij de knop fire hier aan de rechterkant. Zie je dat? Oké. Je moet natuurlijk focussen, dat is duidelijk. Vervolgens gaan we hem uitrichten en gaan we de laseractie starten. Zo, en hier is dus het eindresultaat. En dat is uitstekend gelukt. Het maakt dus absoluut niet uit of u witte tempera-verf gebruikt of zwarte tempera-verf. Het resultaat is in principe hetzelfde. We hebben gezien hoe we met de Ortho Laser Master 3 met de Rotary Tool kunnen werken. De video waarin de kalibratie uit wordt gelegd is gelinkt. Ik hoop dat u er iets van geleerd heeft en wens u alvast tot een volgende keer. Dag!